Wij demonstreren nu nog eenmaal voor een goede abortuswetgeving. Wij willen dat een wet wordt aangenomen op basis van onze eisen. Dat zijn abortus uit het wetboek van strafrecht, abortus in het ziekenfondspakket en de vrouw beslist. Zo trokken duizenden vrouwen, soms vergezeld van man en kinderen, door Amsterdam om nog voor de aanstaande behandeling van de abortuswet in de Tweede Kamer duidelijk hun wensen aan een groter publiek kenbaar te maken. Een voorgenomen actie van tegenstanders ging door gebrek aan mankracht en materiaal de mist in. In de op zaterdagmiddag toch al drukke Amsterdamse binnenstad kregen de demonstranten precies de aandacht die ze wensten. Abortus nu! Legaliseer abortus nu! Legaliseer abortus nu! Via Vijzelstraat, Rokin en Damrak trokken de demonstranten naar de plaats waar zoveel betogingen hun einde vinden, het Beursplein. Hier werden ze met een toepasselijk lied opgewacht en naar huis gestuurd door de troubadouze Kobi Schreier. Te demonstreren of te schreeuwen langs de straat. Er zijn best leukere manieren om te zeggen waar het om gaat. Hoe lang al hadden wij geduld, beloften bleven onvervuld. En het is immers niet onze schuld dat zo moet gaan. Maar als ze dat niet anders kan, dan trekken wij de straten op. Dat zo moet gaan, maar als het dan niet anders kan, dan trekken wij de straten op.